De maan draait in iets meer dan 29 dagen rond de aarde. Onze zon heeft een diameter van bijna 1,4 miljoen kilometer. De maan is 400 keer kleiner, diameter ongeveer 3500 kilometer, maar de maan staat ook 400 maal dichter bij de aarde. En dus lijken de zon en de maan aan de hemel even groot. De maan en de zon bewegen ongeveer in hetzelfde baanvlak. Soms kan de maan dus voor de zon schuiven. Het licht van de zon verdwijnt dan, een zonsverduistering. Nu is de baan van de aarde rond de zon niet cirkelvormig. In het begin van de 17e eeuw stelde Johannes Kepler dat de planeten in ellipsvormige banen rond de zon draaien. De zon staat niet centraal, maar in een van de brandpunten van de ellips. Wij staan het dichtst bij de zon rond 4 januari. Begin juli staat de aarde het verst van de zon, zo'n 5 miljoen kilometer verder weg. Ook de maan beweegt in een ellipsvormige baan rond de aarde. Gevolg, de schijnbare diameters van de maan en de zon veranderen in de loop van het jaar. Soms lijkt de maan wat groter, soms is de schijnbare diameter van de zon groter dan die van de maan. In dat laatste geval zal de maan de zon nooit helemaal kunnen verduisteren. We spreken dan over een ringvormige zonsverduistering. Als de maan voldoende dichtbij staat en de zon voldoende ver, is een totale zonsverduistering mogelijk en wordt het volledig donker. Jammer genoeg vallen de baanvlakken van de zon en de maan niet helemaal samen. Meestal passeert de maanschaduw net onder of net boven de aarde. Maar af en toe lukt het wel en dan kunnen we in een smalle strook op aarde genieten van een totale zonsverduistering. Op 29 maart 2006 trokken enkele medewerkers van Mira naar Turkije en dit is hun verslag. Ondertussen zijn we niet meer alleen. We zijn superveilig. Nog 20 minuten. En het, het is zover. Het landschap is ook aan het veranderen. Het wordt koud. Voilà. Het is nu duidelijk merkbaar dat er een zonsverduistering bezig is, want... Ja, de zon geeft geen kracht meer en iedereen heeft een trui aangetrokken. Het licht is nu heel vreemd aan het worden. Het is nu echt koud. Koude vingers. Nu gaat het sneller. Ja, het licht gaat uit. Wie heeft er de knop uitgezet? Wow! De knop gaat uit. Showtime! Kijk wat daar loopt. Wow! Abatio! Ik heb nog wel eens Fantastisch. Schitterend. Oh, kijk, het is wel prachtig. Wauw. Prachtig. Jongens. Dit is verschrikkelijk mooi. Mooi. Protuberant. Mooi.
Ja, Mercurius is te zien. Mercurius? Venus? Mercurius. Zo aan het assistenten. Oké, Zafir. Wat, Mercurius? Ja, Donker, kijk, nu komt alles terug. Schitterend. Langzaam komt de zon terug. Het zonlicht komt terug. Het is zo prachtig. Oh, kippenvel. Maar ik heb genoten. Vrij content. En dan komen de natuurlijke bewoners terug.